Wat hebben we dan nog van onze technische dingen waar we goed moeten opletten? Het geluid. Dat het geluid natuurlijk goed aanstaat. Want vroeger, een paar weken geleden, waren we aan het filmen en er was geen geluid. 2 weken geleden. Dus eigenlijk, voordat jullie moeten filmen, dan moeten jullie... Ja, en dan hebben jullie eigenlijk ook zo'n paar dingen dat jullie moeten opletten. Dus, staat het geluid aan? 1. Even kijken. Hebben we wel op rek geduwd? Want iedereen die aan de filmschool zit... Die vergeet wel eens op de rekknop te duwen. Zelf op de filmschool. En dan kom je thuis en dan zie je van... Oei. Ik heb niet op het knopje geduwd. Omdat vaak is dat, hè, je denkt... Oké, ik druk erop en dan... Oeh, zou ik er wel op gedrukt hebben? En je drukt er nog eens op. Dus wat moet je goed doen? Ik heel hard duwen. Ja, goed kijken dat er rood lichtje brandt. Hè. Ja, op beeld kijken. Op beeld kijken, ja. Ja? Bij mij is dat een keer gebeurd. Dat lapje er nog op zit, zo. De bescherming. Ja, dat kan ook. Bij mij, de vorige keer wat dat gebeurd, want toen ik nu naar City Pirates, ik kon het filmen. Ik dacht dat ik het filmen. Wat was niet aan maar het filmen? Ik heb niet op de recordknop. Ik was heel de tijd gewoon vol. Ja. En wat dat we natuurlijk ook goed moeten opletten, is eigenlijk, als we dus gaan filmen, dat we altijd goed kijken wat dat we aan het filmen zijn. Want als er plots iets gebeurt, dat we dat natuurlijk kunnen volgen.